Goedemorgen allemaal. Hi Chai. Nou, we zijn met z'n negenen. Dat is nog best veel voor deze vroege ochtend. Maar ik moet vandaag nog meer dingetjes doen. En het maken van deze laatste drie dingen stelde maar uit. Omdat ik er maar niet aan toe kwam. Dus ik dacht dan maar even een gekke tijd. Zitten jullie allemaal lekker met een kopje koffie? Misschien een boterhammetje om het ontbijt te kijken? Ja, fijn hè, zo'n hulpje? Ja. Ja, hè? Hopelijk ja. Houdt ze het goed. Want vannacht ging het niet zo heel lekker. Dus als het tijdens de live fout gaat bij haar, dan moet ik hem wel even uitzetten. Want dat is natuurlijk niet zo prettig om te horen. Dan komen we later weer terug als het beter gaat. Maar we duimen dat het goed gaat, hè, Vee? Vast wel. Ja? Oké. Oh, op de home trainer, Agnes. Dat is wel heel sportief. Dat had ik niet verwacht. We zitten op de fiets, binnenfiets, te kijken naar ons. Goed, hè? Ja. Nou, laten we maar beginnen. Wij zouden deze drie dingen nog maken. Dus een goodie zakje met een topper. De banner met een leuke rosette erop. En deze ronde pocket. Ik ga maar even met het makkelijkste beginnen. Dat is deze. Natuurlijk ga ik weer verder in Halloween thema. Want dat is natuurlijk waar deze allemaal inkomen. Ik heb voor deze niet zo heel veel voor gesneden. Alleen maar natuurlijk een zakje wat ik nodig heb. Een stukje cardstock. En die heb ik 8 keer 6 gesneden. En dat is omdat mijn zakje is 7,5 centimeter. En daar komt die bovenop. En dat is leuk als het een klein randje oversteekt. En deze ga ik op het midden rillen. Zodat die mooi dubbel gevouwen kan worden. Dus op 3 centimeter. Want hij was natuurlijk 6 hoog. Midden is dan natuurlijk 3. In ieder geval dubbel. En ik ga hier een beetje dubbelzijdig tape plakken. Om het aan het zakje te maken. En ik maak dat ook altijd aan de dichte kant. En eigenlijk de onderkant van het zakje. Omdat je dan de ontvanger daarna gewoon kan openen. Zonder jouw mooie topper eraf te moeten trekken. Dus dan kan die nog mooi heel blijven. En misschien kunnen ze dan zelfs jouw zakje, als ze de goodies eruit hebben gehaald, nog wel voor iets anders leuks gebruiken. Zie je dat? Soms zit zelfs een mevrouw ook nog lekker in haar pyjama, Vee. Ja. Zie je dat, Monique? Ja. Had je dat al gelezen? Ja. Ja? Eerst begreep ik dat niet. Oh. Ja, dat... in de pyjama. Ja, dat komt omdat er een beetje vertraging zit. Dus als ik iets heb gezegd en ze zeggen iets terug daarop, dan duurt dat altijd eventjes. Dus de tapejes er en dan leg ik hem tegen de rillijn aan. Plak ik hem mooi dicht. En dan kunnen we hem hier mooi versieren. En straks kan ik hier mijn goodies in doen. Mooi dicht plakken en dan hoef ze het niet kapot te maken als ze het wil openen. En wat ik ook altijd, waar ik altijd op let, is de kant die ik ga versieren, is de, hoe moet ik dat zeggen? Zeg maar de achterkant. Dus dat deze flap naar achter dicht gaat. Dan ziet dat er mooier uit dan wanneer je hem zo hebt. Dus deze kant ga ik versieren. Wat ik nog wilde laten zien, want ja, in een low budget groep willen we natuurlijk leuke dingetjes. En ik ga ook regelmatig naar de kringloop. Waar ik bijvoorbeeld een leuk oud klein boekje met heel mooie lettertypen. Dit is in dit geval Duits. Want ook met mooie boekpagina's kan je heel leuk versieren.
En dan scheur ik daar gewoon een stukje uit. En of een bladzijdetje uit. En dan vind ik het leuk om met die lettertjes iets, dat die een beetje zichtbaar zijn. En dan scheur ik daar, oude boekjes kan je het beste niet snijden, want dat gaat vaak niet zo lekker. Maar die scheur ik dan langs mijn liniaal. En dan heeft het ook een beetje zo dat oude, ja dat gescheurde effect. En dan gaat het ook niet vastzitten in je snijmachine. Zo. Die wil ik hier op gebruiken. En ik had nog een stukje. Ik vind hem eigenlijk een beetje te lang. Ik ga hem nog iets korter maken. Hi Tatjana. Goedemorgen. Je was ook lekker op tijd wakker. Vandaag vrij. Zo. En ga ik deze ook nog iets korter knippen. Vaak is het versieren een beetje laagjes maken. Leuke dingetjes bij elkaar zoeken die leuk bij elkaar passen qua kleur. En ik had van de week zat ik te rommelen in mijn stickerbak. En toen heb ik nog deze Halloween stickertjes gevonden. Die heb ik vorig jaar of het jaar daarvoor misschien bij de Zeeman gekocht. Voor een euro. Ik zie het hier nog staan. Dus daar hadden ze toen ook. Wil je iets zeggen? Wat dan? Ben je niet lekker? Ja, maar die zijn een beetje groot, hè? Dus daar ga ik nou een leuk stickertje voor op de... denk deze spin. Of die vleermuis. Die past daar wel leuk op. Je hoeft niet te fluisteren. Veel. Als het niet goed gaat, moet ik wel zeggen, hè? Oh, en Henriette vanaf de camping. Gelukkig is het nou beter weer. Bij jou ook, Henriette. Oh, en Tatjana moet nog werken zometeen. Zie je dat, Vee, wat ze doet voor werk? Onderste stukje. Oeh, ze heeft de post bezorgen. Ja, postbode. Dus die komt allemaal leuke briefjes en leuke kaartjes bij iedereen brengen. Soms ook minder leuke, hè? Misschien kan je beter stilzitten. Lekker buiten voor de caravan. Fijn. Ja. Welke zullen we nemen? Ik weet welke vind jij leuk. Want dan mag niet de groot, de spin of de vleermuis. Vleermuis? Ja. Vind je die lekker? Goed. Dan gaan we voor de vleermuis. Zo. Ik vind het nog een beetje te saai. Ik haal hem er toch nog even af. Want ik ga er een beetje draad onder doen. Dus ik pak gewoon een stukje oranje draad. Ja, voorrotje. En dan doen we even iets meer lijn hieronder. En daar duw ik mijn draad in. En dan heeft de sticker wel ook iets lijm nodig. Zo kun je zeg maar kleinere plaatjes of stickertjes toch een beetje meer massa geven. Vind ik zelf wel leuker eruit zien. Vind jij dat wat leuk, Sophie? Ja. Ja? Nou, dat was het eerste ding. Die gaat lekker drogen en dan kan die straks ook in de clutch. Ja. Gek woord, hè, Vee? Ja. dan gaan we nu verder met de banner. Voor de banner heb ik ook een bakje gemaakt met dingetjes.
tracking, mijn scorebord. Scorebord. Ja. Dankjewel, Vee. Ik hoop niet dat dat heel hard klonk voor jullie. Dit wordt mijn basis. Dat is een stukje cardstock van... Of designpapier eigenlijk. Ik heb 7,5 keer 12. En dan ga ik hier een driehoekje uitknippen. Van 3,5 centimeter diep. Dus die ga ik er eens even aftekenen. Plakband zit eraan vast. Ja, een plakband. Tapeje. Even kijken. Je ziet op het scherm dat die vast zit. Oh, echt? Ach ja, het ligt hier ook zo vol. Even kijken, eens eerst de helft opzoeken. Van 7,5 is 3,7,5 ongeveer. Dus dat is dan hier. En dan 3,5 centimeter omhoog. Naar dit punt moet ik knippen. Vanuit de puntjes, de hoekjes. Omhoog. Zit ik nog in de beeld? Daar betrap ik mij als ik soms naar mijn lives terugkijk nogal eens op. Dat ik altijd zo hier op dat randje aan het werken ben. En dat ik dan helemaal niet in de gaten heb dat jullie het niet meer zien. Ja. Mag je voorlezen als je dat wil? Nee, je begint in. Nou, dan halen we de driehoek eruit. Dan hebben we de basis van de banner. Waar we op kunnen gaan werken. Dan heb ik nog een rietje. Een papieren rietje. Die komen ook van de Action. En die heb je in allerlei kleuren. Meestal wel met die streepjes. En die heb ik geknipt op 9,5 centimeter. Want hij is nu erg lang. En omdat mijn, zeg maar, een centimeter aan beide kanten langer dan, dan de banner zelf. Even een beetje weer terug in vorm. En daar ga ik een touwtje van ongeveer, of een lintje heb ik in dit geval gedaan. Maar ik heb niet zo'n mooi dun zwart lintje. Dus ik ga een touwtje nemen van ongeveer 20 centimeter. En die knoop ik dan aan de uiteinde vast. Oeps, ziet hij er alweer uit. Ben je nog moe, Vee? Ja. Hi Antoinette. Wat maak ik? Ik maak drie dingetjes voor in de paper clutch. Die we de vorige keer waren die niet gelukt binnen het uur, alle zes. En ik ben nu bezig met de banner. Maar dan in Halloween stijl te maken. Of vlaggetje, ja. Ja, inderdaad, het vlaggetje. Ja, dat is een beetje friemelig, want het is een beetje een stug touwtje. Het wil niet zo graag. Maar ik laat mezelf niet kennen. Hè? Wij zijn de baas hier. Ja, hè? Niet jij. Laat ons niet door het touwtje. Ah, het is er wel eentje die je uitdaagt. Jongen, jongen. Ja. Ja, dat knoop is inderdaad lastig. Heb je goed gezien, Ariët? Maar, aanhouder wint. En dat ben ik. Nou, schuif ik ze een beetje naar het einde. En dan doe ik daar op de knoop een beetje lijm. Dat dat ook goed blijft zitten. Een beetje erlangs. Zodat dat ook niet er weer af gaat schuiven. En dan mag dat even lekker gaan drogen. En dan had ik nog twee strookjes die je hier zo gaat gebruiken om zeg maar het vlaggetje aan het rietje te maken. En die heb ik geknipt op 7 centimeter keer 1,5 volgens mij. Ja, 7 keer 1,5. Dus die krijgen
puntje een beetje lijm. Nou, iets groter mag wel. Zeg maar 2 centimeter naar binnen toe. Plak ik die vast. Aan beide kanten. Dikker papier, dus ik rol hem een beetje voor. Een stuk. Kan je ook met je vouwbeen doen. Dan wordt hij iets soepeler. En dan gaat hij hier over het rietje. En dan plak ik de andere kant vast. Wat heb je gevonden, Vee? Een verfrol ding. Die kan je ook met knutselen zo. Zo'n verfje doen. Ja. Zo. Ook met inkt. Ja, met inkt kan dat ook. Maar deze zet wel heel veel op. Zo. Even zo draaien dat die knoopjes naar boven zitten. En dan kan je nog een klein beetje lijm eronder doen, dat die mooi strak er tegenaan blijft zitten. Zo, een zwart verven. Dat wordt een vrij gezicht dan. Nee, Vee is ziek. Die was vannacht helemaal niet in orde. Dus die is niet vrij, maar ja, thuis. Ziek thuis. En ze wilde niet alleen beneden blijven. En ik had natuurlijk wel aan jullie beloofd dat ik hier zou zijn. Dus ze kon mij een beetje assisteren. En we duimen dat het goed blijft gaan, hè, mop? Ja. Ja. Zo, die kan ook even drogen. En nou wilde ik het rozet gaan maken. En daarvoor heb ik een restje kartstok van... Of zeg ik ook een keer kartstok. Maar het is gewoon designpapier uit zo'n groot blok. Van dat, die zijn ongeveer 30,5 centimeter... En het is een strookje van ongeveer 2,5 centimeter. Maar iets smaller of iets groter kan ook. Alleen het uiteindelijke formaat van je rozet wordt dan natuurlijk iets kleiner of iets groter. Maar ik vind dat wel leuk dat je dan met die stroken die soms overblijft toch hele leuke dingen kan doen. Ik krijg beterschap, hé. Hey. Ja, dat is lief. Wat zeg je dan? Dankjewel. Goed zo. Nou, en die gaan we op de achterkant van het enveloppenbord. Maar je kan het ook met je rilmachine doen. Maar deze, dit vind ik altijd wel makkelijk. Ga ik om de lijn ga ik rillen. En dat is dan ongeveer een halve centimeter. Dus zou je dit op je rilbord doen, dan ga je om de halve centimeter op de lange kant. Dus dan ligt je lange kant tegen het lineaal aan, ga je rillen. En dat is even een klusje. Misschien een beetje saai om naar te kijken. Ja, het moet toch. Maar ja, anders krijgen we geen rozet, hè, Vee? Mm-hmm. Oeps, goed vasthouden. Ik duw hem helemaal weg. Zit ik nou? Oh ja. Oh. Ja, weet je wat jij misschien wel even voor mij kan doen, Vee? Nee. Met dat ponsje. Met dat roze... Met wit, die daar ligt. Een oranje cirkeltje uit. Wat voor kleur? Oranje, die liggen daaronder. Een stukje. Is de kat hier ook? Nee. Dan komt hij weer in scherm, ja. Dan springt hij straks wel op tafel. Dat hadden we de allereerste keer, hè? Hier is 1, 2. Of... Eentje is genoeg, dankjewel. Ik ga hem hier niet kwijtraken. Nee, hou jij maar goed in de gaten. Jullie zijn stil vandaag. Allemaal nog half aan het slapen waarschijnlijk. Het was wel lekker vroeg, hè?
doe dus helemaal tot aan het einde om de halve centimeter ongeveer een rillijntje maken. En het strookje is natuurlijk te lang voor mijn bord, maar zoals je zag schuif ik hem dan op en dan zorg ik dat één rillijntje wat ik al gemaakt had in een rillijn valt en dan kan je daarna gewoon doorgaan. Het is een beetje saai om naar te kijken of niet dit. Maar ik kan het niet sneller, sorry. Ja, ik doe mijn best. Daar heb je goed, Vee. Ben ik aan het uitpuffen van een fietsfestijn. Dus heb je een soort avond vierdaagse gefietst? Of wat betekent dat, Angelique? Een fietsfestijn. Oh, chips, nou zit ik mis. Als je een foutje maakt met de rillen, dan kan je vaak aan de achterkant gewoon met je vouwbeen daar overheen, een beetje tekenen, zeg maar zeggen. Dan duw je hem weg en dan is hij bijna niet meer zichtbaar. Dus dan, dat werkt vaak wel goed. Een lekkere cappuccino maken. Angelique moest me mijn auto wegbrengen en kreeg een leenfiets. Viel mee dat er niet naast lag. Oh, fiets je bijna nooit, Angelique? Of was het een vreselijke fiets? Dat kan natuurlijk ook. Ik hou een stukje over wat iets te klein is, dus die knip ik eraf. En mijn hele strook is gerild en die ga ik nu zigzaggend opvouwen. En Moni is er ook, zie ik nou. Was je me vergeten? Fraai is dat. Nee hoor. Nou, ik heb alleen nog maar de topper van het zakje gemaakt. En die was niet zo heel ingewikkeld misschien. De fiets is aan het halen. Waar zie je dat staan? Ja. Oh ja. Wiebels aan alle kanten. Ja, ze zei net dat ze me was vergeten. Dat is heel erg, hè? Hoe kan je dat doen? Ja, we zijn niet boos, alleen teleurgesteld, hè? Nee, eigenlijk allebei niet. Nee, grapje. Nou, dus zigzaggend opvouwen. Op een gegeven moment wordt het een beetje te dik. Dan schuif ik het gewoon, laat ik het even los. En dan schuif ik het verder. Ja, gelukkig. Dat we niet boos zijn, hè? Nee. Nou, we zijn er bijna. Dat is een vraag voor jou. Nou ja, ik maak soms wel dingetjes. Want ik ben nu bezig met een boekje. Wil je hem laten zien? Waar hebben we hem gelaten? Ik kan hem daar niet staan. Ik wil even zoeken. Zit hij niet hierin? Nee, hij zit er nog kort zo in. Oh. Het moet hier wel ergens zijn, want ik had hem niet zo ver weg. Ik heb hem pas nog gezien. Helemaal. Ze is even aan het pakken. Ze was een junk journal aan het maken, hè? En welk thema had je ook weer gekozen? Modellen. Mode en modellen, hè? Oeh, leuk. Even laten zien als je klaar is. Oh, maar ze is al een heel eind. Ze kan hem nu al laten zien. Nee. Dat is het boekje. Dan heeft ze een mooi jurkje opgevouwen en versierd. En mooie strikken erop, hè? Wil je op de binnenkant laten zien of dat niet? Nee.
Hier mooie hakschoentjes eraan gemaakt. Pumps, hè? Ja. Superleuk. Kijk, ze zien hem heel mooi. Nou, ik heb hem opgevouwen. En dan hou ik hem tussen mijn wijsvinger en mijn duim. En dan wiebel ik hem een beetje dat hij mooi recht ligt, zeg maar. En dan ga ik hem opdraaien, zeg maar. Ja, denk in een cirkel leggen. En de eerste en de laatste, die vouw ik over elkaar heen. Of die plak ik eigenlijk op elkaar. Dus doe op één kant een beetje lijm. En dan komt die andere daarin te liggen. Erg mooi, Vee. Ik vind het allemaal heel mooi wat je hebt gemaakt. Dankjewel dat jullie het mooi vinden. Dat is leuk. Nou, zitten ze op elkaar. En dan hebben we eigenlijk al het rozet. Maar ja, die blijft zo niet zitten. Dus dan pak ik een stukje foam tape. Vierkantje. Allemaal duimpjes. Zie je dat? Leuk, hè? Ja, leuk, hè? Wees heel blij met de duimpjes. En een hartje zelfs, Vee. Superleuk. En plak ik op de achterkant, dan blijft hij al een beetje zitten. En Vee heeft net een mooi oranje cirkeltje voor mij. Ik heb er nog meer duimpjes. Dan voel je al een stuk minder ziek volgens mij door. Ja, dat helpt wel, hè? Vee heeft een mooi rondje voor mij uitgestanst. En dat is ook een leuk, hè? Waarom gaat hij nou? Oh, hier komt. Prachtig, die wil ik ook leren maken om met mijn kleindochter samen te maken. Volgens mij heb ik wel van die basis een fototutorial op de groep gehad. Ik zal straks als we klaar zijn, Chai, zal ik eventjes zoeken en dan jou daaronder taggen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig om te maken. En hartstikke leuk. Taggen wat dat is? Ja. Dan zet ik haar naam eronder en dan krijgt zij een berichtje van... Joyce heeft jouw naam eronder gezet. En als ze dat aanklikt, dan kan ze dat hoeft ze zelf niet te zoeken. Is dat handig, hè? Oh, handig zo'n lampje. Ja, zeker handig. Ja, dit is even priegelen, want ik kan hem eigenlijk niet loslaten, want dan schiet hij weer los. Graag gedaan, hè? En dat rondje plak ik dan hier zo. Heb meteen dat gat weggewerkt en... Dit moet nu even goed drogen. Ik weet niet of mijn flesje nog zwaar genoeg is. Normaal zet ik er iets zwaarders op. Misschien de rol van het touw kan ik even opzetten. Dan kan dat even drogen. En dan kan die straks, als die goed gedroogd is, kan ik hem mooi met dat foamtape op mijn banner plakken. Dan komt hij ook mooi hier. Vind ik wel een leuke plek zoals ik dat hier heb gedaan. En dan moet hij hier nog... Iets leuks. Misschien nog iets van de standjes die ik had. Even kijken. Help me eens even mee uitzoeken. Wat we hier op kunnen maken. Niet te groot. Niet te groot, toch? Nee, maar als we die deze zouden op kunnen en dan daar de rozet nog. Deze is grappig. Ja, hè? En die is denk ik wel iets aan de grote kant. Wil ik er nog een skelet? Ja, skelet! Maar het valt niet heel erg op dat witte dingetje. Hmm. Had ik nog spinnen? Oh ja, ik heb nog wel een paar spinnen ook. Oh! En een pompoen? Ja! Ja, wil je de pompoen erbij? Want hier komt dan zometeen die. Deze en een spin. Ja! Oeps! Oh, de spin moet in het midden, want dat is een web. Zo is het mooi. Ja? Ja. Zullen we dit doen? Ja, zo is het mooi. Goed, gaan we dat doen. Laat even deze weer in de bakje. Ja. Wat zie je? Gelukkig begin ik al. Even kijken hoor, want ik heb... Oh. Oh, Inipini is er, Vee. Hoi Inipini. En Jo is ook net binnengekomen. Oh, ik zat helemaal niet op te letten. Hoi Jo, ik ben de banner aan het maken. Dat zijn de laatste drie items die in de paper clutch die we laatst gemaakt hebben kunnen.
En ja, ik ben nu met de banner bezig. En ik ben samen met Vee, mijn dochter. Want die is een beetje ziek. Oh, en zij helpt mij. Smiley's. Leuk, en hè? Duimpjes. Dat vind je leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Nou, spinnen we. Dat is wel even priegelen met de lijn. Ik smeer het er half naast. Maar. Even kijken tot en met. Hier. Ja, die heb ik al gedaan. Deze nog. Dat is super leuk. Mijn dochter ook. Oh ja. Ja, het is super gezellig met mama. Bijna te gezellig, hè? Mag de juf maar niet kijken. Dat zou ze dan zeggen. Meer duimpjes. Oh, kijk. En kniffeltjes. En een boze toet. Iemand heeft denk ik per ongeluk op de boze toet. Of zou dat de juf zijn? Nee hoor. Nee, die kan hier niet in, volgens mij. De spin. Met de enge lange poten. Gelukkig is het geen echte hè, Vee, want jij houdt niet van spinnen, hè? Welke stansen? Deze spin komt van AliExpress. Moet even kijken of ik heb een bakje hier onder klaargezet. Oh, hier is die. Hey, hier zitten ook de pompoentjes. Ja, die zullen we ook gelijk laten zien. En hier zitten ook twee cadeautjes bij die ik had gekregen. Maar het is in ieder geval de spinnenweb met die spin. En die krijg je bij deze website, krijg je twee dingen erbij. Een konijn en een, wat was het nou, een visje. En de pompoen, die heb ik laatst bij het boekenvoordeel gekocht. Daar waren ze al in de aanbieding. En dat zijn drie pompoenen. Eentje, de kleinste, die heeft geen gezichtje. En die andere twee hebben een gezichtje. En die heb ik met aquamarkers heb ik ze gekleurd. Dus ik heb die buitenste randen gekleurd. En met een beetje een bruin en dan ja, het gezichtje met donker, met zwart. Waar je de lijn met zo'n fijn puntje koopt voor klein uit. Deze flesjes komen ook van AliExpress. En daar zit eigenlijk gewoon tacky glue in. En dan als ik hem niet gebruik, dan stop ik er altijd zo'n kopspeldje in. Zodat hij niet, zeg maar, ja, verstopt raakt, dicht raakt. Maar die heb ik besteld ook bij AliExpress. Als je dat... ik heb ze ook bij hobbyvision.nl gezien. Daar zijn ze zo ook met 2,50. En deze waren, als ik het goed zeg, 1,30 voor 2. Maar dan moet je er dus wel wat langer op wachten. Als de juf kijkt, kan ze mooi kijken om dit op school ook te gaan maken. Zouden ze dat doen, denk je, Vee? Misschien. Ik ben wel een beetje lastig. Ja, jij vindt dat wel leuk natuurlijk, als ze dat gaan doen. Ik lees dat de dochter van Angelique, die is ook 9. En die is al bang voor de papieren spin. Ja. Oh, dat zie ik. Ik heb de flesjes bij het boekenvoordeel. Oh, Henriette heeft ze bij de boekenvoordeel ook gekocht. Weet je daar de prijs nog van, Henriette, voor de andere? Oh, 2 voor 3. Oh, dat is ook goed te doen, toch? Want dat is nog goedkoper dan, want bij Hobbyvision was het er maar 1 voor, dacht ik, 2,50. Dus dat is ook de moeite om daar eens te kijken, inderdaad. Als je er eentje in de buurt hebt, althans. Zullen we deze even in het bakje doen? Kijken hoe het met de rosette gaat. Ja, die ploept niet meer omhoog, dus die is ook klaar. Klaar om gebruikt te worden. En omdat ik daar natuurlijk al een foamtapeje op had geplakt, kan die hier mooi. Ik doe hem hier. Maar dit zal ook wel droog zijn inmiddels. Hij ziet er echt mooi uit. Hij is wel leuk, hè? Die kun je dan ophangen eventueel. Hij is wel heel leuk. Ja, leuk zijn die mallen van de AliExpress. Ik had eigenlijk iemand, dat kan ik wel zeggen, Christa... Mulder, die ook hier op de groep zit, die is gek van Halloween. En die
zat ik lekker mee te kletsen en die zei, zullen we een swap doen? Want ik vind Halloween ook wel heel leuk, maar ik had eigenlijk nog helemaal niks. Dus ik had ja gezegd en toen dacht ik, oh, dan moet ik ook wel wat Halloween dingetjes gaan kopen. Dus toen ben ik lekker gaan snuffelen op AliExpress. En daar heb ik bijvoorbeeld ook deze gekocht. Die vind ik zelf heel leuk, maar dat is wel een beetje bouwen. En laatst die spin die ik op de, hoe noemden we dat ook weer? Dat kaartje waar je zo aan kon trekken en dat die zo omhoog kwam. Die spin komt daar ook vandaan. En grappige skeletjes en dit. Oh, hij was even uit en toen aan. Die lijkt toen wel. Oh, nou misschien is dat alleen bij ons. Weet ik niet. Ik hou van Halloween. Ja, is leuk hè? Je kunt de linkjes na afloop van de live hieronder zetten. Is makkelijk voor ons om te gaan zoeken. Ja, ik ga proberen dat te doen. Maar ik bestel altijd vanuit die app. En dan moet ik even uitzoeken hoe dat moet. Maar als ik... ik ga het proberen in ieder geval. Goed, de banner is klaar. En dan hebben we nu nog één ding over. En die vind ik zelf ook wel heel leuk. Dat is deze ronde pocket. En, een kinderwagen. Een kinderwagen? Nee, het is een envelopje, zeg maar. Met dingetjes erin. Zie? Dus die gaan we nu nog maken. Dit ideetje heb ik op YouTube een keer gezien. Een stuk kleiner nog, maar ik vond het wel leuk dat het een beetje wat groter was. Bij Septeria 18. Het is een hele leuke, als je op YouTube nog een leuke, iets leuks zoekt, het is een leuk kanaal. Moni kent het ook al, want van haar heb ik ook al wel wat dingetjes gezien. En die heeft dat gemaakt. En wat ik daarvoor nodig heb, wat je daarvoor nodig hebt, zijn twee cirkels. Ik heb gekozen voor cirkels van 8,5 diameter doorsneden. Wat schrijf je, Tatjana? Ik heb nu ook wat mallen gekocht in de opruiming. En ook bij Ali wat besteld. Nu is het wachten anders. Alvast voor volgend jaar. Oh ja, leuk. Nou, ik moet zeggen, mijn standjes van AliExpress waren allemaal binnen 2 weken na mijn bestelling binnen. Dus dat was super snel. En dat waren niet van die 10 dagen delivery standjes of winkeltjes, zeg maar, aanbiedingen. Dus het kwam echt heel snel. Dus ik hoop voor jou, Tatjana, dat ze ook snel komen. Ik heb heel veel eendspulletjes komen naar 1 november pas. Oh, dat is wel jammer. Net te laat. En Septeria 18 is de favoriet. Ja, die is leuk hè, Moni. Vind ik ook echt heel leuk. Heel inspirerend. En Harriet gaat ons verlaten. Sandskill. Oh, dat is leuk. Dat is... aan zee hebben we dat ook wel eens gezien. Dat zijn zandkastelen, hey. Maar dan super mooi. Veel plezier, Harriet. Het is papa, dus die bellen we straks wel terug. Ja, papa kan opstaan. Ja, hè? Oké, nu gaan we even die pocket maken. Moet ik even kijken welke. Ik ga deze als achtergrond gebruiken. En deze voor de op. En die voor de op, die moet op ongeveer, wat zal het zijn? 1/3 deel moet die gerild worden. Want dat vouw je dan om. Dus dat ga ik doen. Komt niet zo precies, maar net boven de helft, een stukje boven de helft, is wel, wel leuk. En die vouw ik dan om. Heb ik nog ergens mijn vouwbeen? Oh, hier. Is al onder het toetsenbord gegleden. Die vouwen om. Dan doe ik een klein beetje lijn, dat die mooi plat blijft. Onder. En dan... gaan we op dit gedeelte alleen langs de rand een beetje lijm doen. Om ze daarna mooi op elkaar te plakken. En dat je er dan zoiets in kan stoppen. Dus alleen in het ronde gedeelte langs de rand. Niet aan die vouwrand natuurlijk, want dan kan er niks meer in. Mooi gelijk leggen. En dan laten we die even drogen.
En dan gaan we leuk versieren. Ik heb hier zo een bannertje geknipt. Wilde ik hiermee ook doen. En dan een stukje eroverheen. Ga ik een beetje afronden. Ziet er wel leuk uit. Zo, en hier een hoekje uitknippen. Heb ik veel gemist? Heb je veel gemist? Nee, nee, niet van de tekst. Nee, volgens mij niet. Goed. Dus dat doe ik een beetje op gevoel. Niet per se afgemeten, zeg maar. Een beetje uitsteekt is wel leuk. Deze knip ik iets korter. Die heeft een verfrollertje gevonden en die is daar heel druk mee de tafel aan het. Wat ben jij aan het doen? Aan het rollen. Aan het rollen, hè? Want verf zit er niet op. Hey Frida! Goedemorgen! Zo. Even kijken. Moet er ook nog iets leuks op? Kijken of we nog iets leuks hebben, Vee. Mag het nu wel een beetje goed of niet? Ja, het moet hier oppassen. Oh, dat. Zullen we de zwarte kat doen? Hier zit er een. Ja, die is heel klein. Ik heb ook nog deze. Welke is leuker? Ja, die is leuker. Dat is Baloo. Ja, hè? Onze poesje is ook zwart, hè? Ja. En dan misschien nog een grijs bloemetje. Oeps. Oeh. En een bloemetje, net als bij die andere. Is ook wel leuk, café. Dan gaan we die even op elkaar. Dit is ook een standje van, hoe heet het? De Action. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar die bij zat meer. Soms heb je zo standjes en daar zit dan zo'n bloemetje bij. Zo, en in het midden vind ik dan leuk een pailletje. Als hartje van de bloem. Donkergrijs of zo. Is wel leuk. En voor Halloween dan natuurlijk een grijs verdorde bloem. Hè? Geen mooie gekleurde. Al kan natuurlijk een leuke oranje of een paarse of een knalgroene. Bij Halloween ook. Maar ik ga even voor de sombere grijze. Even kijken. Bloempje. Dan schrijf ik mijn paillet weer aan de kant. Mag misschien iets meer lijm. Tjo. En de kat even opzij. Zo. En dan komt daar de kat. Nee, mijn standje. Oh! Niet echt onze kat. Kijk, zo. En dan had ik al twee tags voorgesneden. Om erin te stoppen. Dat vind ik alleen nog leuk om een touwtje doorheen te doen. Dus dan knippen we weer even van de rol twee stukjes. Gaan we het deze keer redden in een uurtje? Ik denk het wel. Oh, we zijn kwart voor. De tijd gaat zo snel. Ja. Yeah. Het gaat echt snel hoor. Oh, die is leuk. Met die stippeltjes. Oh, ik verlies hem. Kun je op dat kruisje drukken? Oh, het is wel weg. Oh, ja. Ik kan ons speltje ook niet meer vinden. Zo. Die knikt er dan zo leuk in. En dan hebben we nog een vlaggenstokje. Daarvoor heb ik een satéprikkertje. Geknipt op, even spieken, 8 centimeter.
Oh, en dan heb ik een foutje gemaakt. Nou ja, foutje. Dit had eigenlijk mijn strookje voor het vlaggetje moeten worden, want deze is heel klein. En die had ik vooraf hier op bedacht, maar dat maakt niet uit, want we hebben nog wel... Even kijken, waar is het papier gebleven? Dan ga ik even een nieuw vlaggetje snijden. Een nieuw oranje vlaggetje. Oeh, valt nou alles over de grond? Net niet. Wat een flik. Het zit in de doos. Ik ga nog wel even een nieuw vlaggetje snijden. En die maak ik op 2,5 centimeter. Zal ik dat doen? Hoe groot heb ik het hier gedaan? 3 keer 8. Dus een strookje van 3 keer 8 centimeter. Kan natuurlijk ook groter of kleiner, maar dit is wat ik heb gedaan. En die vouwen we een beetje dubbel. Oh. Wat ben je aan het doen dan, liever? Ga je deze nog gebruiken? Jawel, maar niet nu. Want die is een beetje te groot. Vind je mooi? Ja. Kijk eens, Inipini vraagt dat aan jou. Oeh, dat is een moeilijke vraag. Of niet? Ik weet dat echt niet. Mama heeft zoveel gemaakt, hè? Ja. Wat wel... Maar dit vind ik ook wel echt heel mooi. Dit is ook leuk, hè? Ja. Hey, vorig jaar hebben wij ook heel leuk. Toen hebben we een muizenhuis gebouwd. Ze hebben van grote bananendozen. En hebben we allemaal kamertjes ingemaakt. En misschien wil je een muis gaan laten zien. Hebben Oei, ik ga een muis pakken. Muisjes genaaid van stukjes stof. En we hebben meubeltjes gemaakt van kartonnen doosjes en van flessendopjes, lampjes en van zoveel mogelijk kosteloos materiaal. En nou heeft Vee een heel grote poppen muizenhuis op de kamer waar ze veel mee speelt. Dat is wel, ja, dat denk ik dat ze dat ook wel heel erg leuk vond. Of nog steeds vindt. Dus er wordt nog veel mee gespeeld. Even kijken. Nou, wat had ik... Het vlaggetje af, die moet natuurlijk ook versierd worden. Dan heb ik een stukje gaas, wondgaas zeg maar. Die wil ik erachter gebruiken. En ik knip gewoon een stukje van af en dat trek en fruttel ik een beetje. Dat die een beetje mummy. Ja. Kijk, deze. Deze meisje. Ik heb één pomp. Poentje, ja, want dat was bij Halloween. Ja, deze hadden we met Halloween gemaakt vorig jaar, hè? De muizen. En dit is, hoe heet het ook alweer? Van het winkeltje, hè? We deze hadden ook een winkeltje gemaakt. Fifi. En dit is Fifi. Deze. Ja, dat is de bewoonster van het huis, hè? Ja. Ja. Dat is de moeder. Kijk. Dat hadden we vorig jaar vooral veel gedaan, hè? Ja, en het huis, dat is echt te groot om onder de camera te laten zien. Ja, dat is echt een mega huis. Ja, het is heel groot geworden. Want wat voor ruimtes hebben we ook alweer allemaal gemaakt? Heel veel slaapkamers. Ja, een zolder. Een hè? Zolder, een keuken, een woonkamer, een speeltuin, een bakkerij, een... Atelier, hè, met de kunstenaar. Ja, en... Gevangenis. En een postbode. En nog een kamertje. En heel veel. Toch? Ja, en een wijn-drink dingetje. Oh ja, een barretje, hè? Ja, een bar. Klopt, ja. Nou, doe er nog een leuke sticker op. En dan is het vlaggetje ook klaar. Deze is, oh, die is leuk! Die is grappig, hè? Zo. En dan kan die ook hieronder. En dan is de pocket ook klaar. Zo. Dat bloemetje op de
Pocket heb je die ook. Hi Mayra, dat bloemetje bedoel je deze, denk ik, hè? Die. Ja, dat is eigenlijk een standje. Ik weet niet meer zo goed. Het was wel een standje van een action. Een action. Een muizenhuis kan echt niet, Angelique. Die is echt zo groot. Die kan ik niet meer optillen. Die moet echt afgebroken worden bijna. Maar ik kan misschien wel even een... we kunnen misschien vanmiddag wel even een filmpje maken van het muizenhuis. Dan plaatsen we die op de groep. Ja. Vind je dat een goed idee? Ja. Ik zit te kijken, maar ik heb hem niet klaargelegd. Maar het is... ik ga even nakijken waar dat bloemetje, uit welk setje dat komt. Of ik daar nog achter kan komen. Dan laat ik dat zien, Mayra. Maar het is gewoon een bloemetje met hele smalle blaadjes. En dat heb ik in twee kleurtjes uitgestanst. En dan op elkaar geplakt. Sorry, waarom zeg je nou sorry? Geeft toch allemaal niks? Even kijken. Hier is mijn pocket. Of nee, niet mijn pocket, mijn clutch. Clutch. De clutch, ja. Ben jij een raar woord, hè? Goed, de banner die gaat achterin. Oh, nou twijfel ik of ik mijn... ja, dan heb ik eigenlijk... dat is dan iets voor jullie misschien om op te letten. Ik heb mijn rosette te ver naar buiten geplakt. Bij deze. En nou past die dus niet goed meer in de clutch. Omdat... en hier, dit ook uit laten steken. Dus daar moet ik nog even wat op bedenken. Maar hij past er nu dus niet meer in. Want hij is veel te hoog geworden als ik hem er nu in doe. Dus dat is iets voor jullie. Mijn foutje waar jullie weer van kunnen leren. Dat die... ja, dat het dus beter binnen de 7,5 centimeter van je dingen moet blijven. Van je bannertje. Ja, maar ik zei toch ook eens dat spinnenweb niet wat te groot. Ja, jij wist het natuurlijk van tevoren al. Ja, natuurlijk vind ik alles beter. Nou, in ieder geval, mijn pocket past er wel in. En weet jij waar ik het zakje heb gelaten, Vee? Je moet even wat zeggen. Waar gebruik je deze pockets voor? En die albumpjes die je laatst hebt gemaakt. Wow. Albumpjes. Oh, die met die schuine dingen. Dat is sneeuwmeel. Ik gebruik dit als sneeuwmeel. Slakkenmeel. Ja, slakkenmeel of happy meal. Daar maak ik het voor. En, maar deze kan je bijvoorbeeld ook heel leuk cadeau doen. En dan allemaal lekkere dingetjes erin. Bijvoorbeeld zo'n Verwend pakketje met, hoe heet dat? Een maskertje erin. Zo'n zakje. En een lekkere, die kleine reepjes chocolade die je bij Lidl en Aldi kan kopen. En misschien wat theetjes. Chocolaatjes. Bijvoorbeeld. Dus dat zou je ook met zo'n clutch kunnen doen. En ik heb eigenlijk een van die, dat albumpje... met travel, daar heb ik foto's op de tekst geplakt die mijn schoonzusje van de bergen in Oostenrijk had. En dat heb ik aan haar gegeven, zodat ze leuke herinneringen boekje eigenlijk aan die vakantie. En Ingrid is de clutch kwijt. Of de kluts. Ben je de kluts kwijt of je clutch? Oh, en Mayra zei sorry omdat ze iets had, dat ze iets had gevraagd wat ik niet had klaargelegd. Maar daar hoef je geen sorry voor te zeggen hoor. ik ben alleen nou ook iets kwijt. Wat dan? Namelijk mijn... oh hier, het zakje dat we gemaakt hadden. Die kan hier natuurlijk ook gewoon tussen. En die moet ik alleen nog vullen met leuke goodies. En dan hebben we een mooi gevulde clutch. Wat zijn goodies? Goodies zijn waar iemand anders weer mee kan knutselen. Spulletjes. Oh. Plaatjes of standjes zoals deze. Ja. En de sneeuwmeel stuur je op. Ja, je hebt sneeuwmeelgroepen, Carolien. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Maar dan krijg je dus een maatje. Daar ga je dan iets voor maken in een bepaald thema. Of soms is het ook dat je bijvoorbeeld de opdracht is, maak een clutch.
Maar het kan ook zijn, maak iets in een bepaald thema. En dan stuur je dat naar iemand die zich ook opgegeven heeft daarvoor. Stuur je dan jouw dingetje. Dame, niet cool. Nee, dat is niet gepikt. Ja, je hebt die stickers toch niet nodig. Ik had een sticker van V klaargelegd om misschien te gebruiken. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar dat had ik niet gevraagd. Dus ik krijg nou op mij donder. Hou in de gaten. Ja. Goed. We gaan afsluiten. Want het uurtje is ook bijna voorbij. Als ik vragen heb gemist, ik ga alles nog even doorlezen en kijken. Ik ga proberen de linkjes van de stansen van AliExpress te plaatsen en een filmpje van het muizenhuis. En dan wens ik iedereen een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie hier ook leuk mee aan de slag gaan om je klutje af te maken. En tot morgen, want morgen gaan we een leuke thee-adventkalender maken. Oh, dat is leuk. Tot ziens. Doei doei. Fijne dag met... Thank you.